Ik zag dat mijn vader op was. Zijn benen wilden hem niet meer dragen. En als een lappenpop viel de eens zo trotse man in het zand. En de rest liep gewoon verder, uit angst voor de SS'er. Voor de herdenkingsbijeenkomst werden twee boeken over de vervolging van Sinti en Roma gepresenteerd. En dat is hard nodig, vindt Sony Wijs, die het transport naar Auschwitz overleefde. De genocide op meer dan 500.000 Sinti en Roma is nog steeds een vergeten holocaust. Is dat zo? Is het vergeten? Absoluut. Hebt u de laatste jaren bij herdenkingen en dergelijke ooit het woord Sinti en Roma horen vallen? Nee. Toch is dit beeld van het zigeunertransport wereldberoemd. Het meisje in de wagon heet Stella Steinbach. Ze keerde nooit meer terug. De eerste keer dat ik naar Auschwitz ging was ik 16 jaar. Maar pas toen ik er eigenlijk stond, wist ik hoe weinig ik ervan af wist. Heel weinig eigenlijk. Want ik had geen opa's of oma's of ooms of tantes die mijn verhaal hebben verteld over de oorlog. Want ook ik heb alles gewoon van school en van documentaires en films en uit boeken. Don't you claim